De Zeerbrug heeft een hele grote collectie, hè? Meer dan 80.000 objecten. Daarvan zit er een belangrijke kern, vroeg-Nederlandse schilderkunst, waartoe de Vlaamse primitieven behoren en dus Hans Memling ook. We hebben een vrij grote collectie Hans Memling met kernstukken uit zijn oeuvre. En we vonden het dan ook heel belangrijk om de sluiting van het Sint-Jans Hospitaal aan te grijpen om diepgaand onderzoek te doen naar Hans Memling. Waarom doen we dat onderzoek? Omdat we altijd meer willen weten over die collectie. We willen altijd meer begrijpen waarom bepaalde dingen gemaakt zijn, hoe ze gemaakt zijn. Allerlei mooie nieuwe gegevens willen we bovenhalen, om dan vervolgens natuurlijk met het publiek te delen. We vinden dat zo belangrijk dat wij ook een nieuw onderzoekscentrum oprichten, namelijk Bron. Bron wordt op de site van de tentoonstellingshal Brusk gebouwd. En dat is de plek waar de museumbibliotheek samenkomt en een open plek wordt waar iedereen kan komen om onderzoek te doen naar onze collectie. Het onderzoek van de 9 werken van Memling is een project waar verschillende nationale en internationale partners aan meewerken. Maar in de eerste plaats het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, KIK IRPA. En zij hebben veel expertise en ervaring opgedaan met het Verona-project. Een onderzoeksproject, groot onderzoeksproject naar het oeuvre van Jan van Eyck. En ook met de website die daaraan vast zit, Closer to Van Eyck. Om onze Memlings zo goed mogelijk te bestuderen, maken de onderzoekers van het KIK gebruik van 2 verschillende soorten technieken. Dat zijn macrofotografie en infraroodreflectografie. En bij beide technieken worden de opnames gemaakt in kleine tegels van bijvoorbeeld 20 bij 20 centimeter. Die later aan elkaar digitaal worden gemaakt en dat noemen we stitchen. En daardoor krijg je eigenlijk beelden met een hele hoge resolutie. En voor de macrofotografie maken we dan gebruik van 4 verschillende soorten elektromagnetische straling. De eerste daarvan is zichtbaar licht. Dat is licht, hè, wat wij gewoon met onze blote ogen kunnen zien. Want door al goed naar een schilderij te kijken kun je al heel veel informatie daarover verkrijgen. Vervolgens maken we gebruik van strijklicht of scheerlicht. En dat is eigenlijk ook met zichtbaar licht, maar daarbij wordt een licht parallel aan het schilderij geplaatst. En sterk belicht, waardoor je eigenlijk de structuur van de oppervlakte en bijvoorbeeld penseelstreken heel goed kunt bestuderen. Dan hebben we nog ultraviolette fluorescentie. Dat is een techniek waarbij we het finish heel goed van de schilderij kunnen bestuderen. UV-straling laat ons bijvoorbeeld beschadigingen zien, maar ook eventuele oude retouches. En dat zegt natuurlijk wat over de conditie van het schilderij. Ten slotte hebben we infraroodstraling. Dat wordt bij zowel macrofotografie als bij infraroodreflectografie gebruikt. En infraroodstraling gaat eigenlijk door de verflagen heen en stelt het in staat om de voorbereidende schets van de kunstenaar te kunnen bestuderen. En dat is hele waardevolle informatie, want dat zegt wat over de werkwijze van een kunstenaar. Maar ook of er verschillen zitten tussen de voorbereidende fase of het uiteindelijk geschilderde oppervlakte. En met al die technieken samen krijgen we natuurlijk prachtige beelden in hele hoge resolutie. Die in eerste instantie zullen worden gedeeld met een groep van internationale specialisten voor onderzoek. En daarna worden ze uiteraard ook voor het publiek beschikbaar gemaakt, zodat iedereen kan gaan genieten van de prachtige beelden van het schilderij van Hans Memling. Met de fantastische beelden die we van het onderzoek zullen krijgen, willen we die natuurlijk ook aan het publiek tonen. En dat zullen we eigenlijk doen aan de hand van 3 grote digitale projecten. Het eerste luikje daarvan is een immersieve en multimediale beleving die zal doorgaan hier op de zolder van het Sint-Jans Hospitaal, waarin dat we de bezoeker willen laten rondwandelen in de schilderijen van Hans Memling en zich volledig laten onderdompelen in die wereld. Het tweede luikje is een website waarin dat we de onderzoeksresultaten aan bod willen laten komen, maar opnieuw ook de schilderijen die in heel hoge details zichtbaar zullen zijn voor de bezoeker die van thuis uit ook de Memlings kan bekijken.
En als laatste onderdeel ontwikkelen we ook een stadstoepassing, waarin we de bezoeker in de stad willen trekken en op die manier de wereld en de schilderijen van Memling te ontdekken. En met die drie grote digitale projecten hopen we de mensen Hans Memling op een andere manier te laten leren kennen.